Ja, kijk, er zijn heel veel keuzes te maken. Als je ervan uitgaat dat de zorgkosten onvermijdelijk zullen stijgen en je wil dat wel in de hand houden, dan kun je dus nadenken over een ander systeem. Inderdaad, minder concurrentie, meer samenwerking. Minder concurrentie wordt meestal niet per se goedkoper. Nou, dat is... in de zorg heeft meer concurrentie alleen maar meer productie opgeleverd. Daar is het niet goedkoper. Ze gaan bijvoorbeeld de specialisteninkomens aanpakken. Moet u blij mee zijn? Nou, er zijn bijvoorbeeld specialisten in loondienst. Waarom dat niet meteen gedaan? Maar nog even los van de specifieke maatregelen. Wij hebben in onze verkiezingsprogramma's, dat heeft de heer Eertmans ook, we zijn het misschien niet eens, wij hebben alternatieve voorstellen ook doorgerekend. Dus wij zijn zeer bereid om te spreken over hoe kun je dat invullen. Wij zijn ook heel bereid om te praten over een concrete bezuiniging op de jeugdzorg. Een eigen bijdrage wordt van mensen gevraagd. Dus je wordt als kind ben je in een kwetsbare positie. Je gaat naar de jeugdzorg en dan moet dezelfde vader die jou gewelddadig bejegent, die moet dan een eigen bijdrage gaan betalen. Dat moet niet kunnen. Zou dat maar die projectie van uiteindelijk de helft van alle overheidsuitgaven over één generatie gaan naar zorg, met andere woorden, dat drukt onderwijs, defensie, alle andere posten weg. Ontkent u dat? Nee, sterker nog, wij hebben alternatieve plannen, ook voor de langere termijn, hoe je dat kunt beteugelen. Nee, bijvoorbeeld door inderdaad te kijken naar minder marktwerking juist en meer samenwerking. Misschien mag ik twee korte dingen. Het eerste korte is, niemand van de coalitiepartijen, ook de VVD niet, had 5 miljard bezuinigingen erin staan. Dus dit was gewoon bedoeld om het financiële probleem op te lossen, omdat ze heel veel geld op andere posten geven. Niemand had het in zijn verkiezingsprogramma staan. Maar we hadden toch net vastgesteld dat het geen bezuiniging was? Ten tweede, het is wel een bezuiniging. Dat heb ik nou precies... Nee, ja, maar niet nu het uitgaan, het was al minder meer. Dus... Nee, maar dat is een bezuiniging. Het tweede wat ik zou willen zeggen, iedereen die zegt dat de zorg duur is, zou ik willen zeggen, lockdown. Dat is duur. En als je niet voldoende zorgcapaciteit hebt, dan hebben we, zeker in deze tijden, de komende jaren waar we met de pandemie te maken hebben, een dik, vet probleem. Dus